Ik ben Brigitte Scholtink. Ik ben PIT-verpleegkundige. Dat betekent dat ik psychiatrische intensieve thuiszorg doe voor het ambulante team ouderen in Doetinchem. Mijn taak als PIT-verpleegkundige is om structuur te zoeken voor de mensen thuis, zodat ze afleiding hebben. En ik ging dus op zoek naar activiteit. Ik ging naar de stadskamer, ik ging naar de psychiatrische dagopvang. Ik ging met mensen winkelen. Dus ik was heel actief buiten bezig met de mensen, op zoek naar mogelijkheden. Nou, dat is nu allemaal gestopt. Mijn taak is nu om met de mensen te kijken hoe ze zich thuis kunnen gaan vermaken. Met Brigitte Scholtink, verpleegkundige GGNet. Hi. Hi. Is ook in de buurt? Nou, we blijven op zoek naar mogelijkheden. Ook in samenwerking met de ICT-afdeling van GGNet. En daarnaast, als we merken het gaat niet goed met een cliënt, dan gaan we toch op huisbezoek. Als we gewoon bij mensen op bezoek kunnen gaan, dan nemen we de hygiënemaatregelen in acht. Dat betekent altijd dat ik mijn handen ontsmet voordat ik naar binnen ga. Op 1,5 meter afstand blijf zitten van de cliënt. Ik drink geen kopje koffie meer of neem iets aan, hè, wat ouderen toch wel graag doen. Maar dat vinden ze heel erg ongezellig, want hè, er komt iemand en je kan niks meer aanbieden. Maar nou ja, in het kader van het besmettingsgevaar probeer ik het toch zo goed mogelijk te doen. En goed voor de cliënten zorgen en voor mezelf. Ja. Dus wat dat betreft, ik red me wel. We beeldbellen daar waar mogelijk is. Maar bij ouderen is dat nog niet een hele grote groep. Omdat het ook technisch lastig is. Daarnaast heb ik bijvoorbeeld ook in mijn caseload een meneer die erg achterdochtig is, een waansysteem heeft en die zelfs telefoneren te belastend vindt, want dan zouden zijn buren mee kunnen luisteren. Omdat we niks meer van hem hoorden en ik me toch wel zorgen om hem maakte, want het is een zeer kwetsbaar iemand, ben ik toch naar zijn huis gegaan en heb gevraagd van hoe kunnen we toch het contact onderhouden. En uiteindelijk is het geluk om een afspraak te maken dat hij hier naar het RGC komt en dat we hier buiten met hem gaan wandelen. En onderweg de dingen bespreken die we belangrijk vinden. Nou, als die er is, dan denk ik, ha, het gaat hem nog goed. Want het is wel een meneer zonder enig netwerk. Dus als het hem niet goed gaat, ja, wie heeft dat dan in de gaten? Dus als we wekelijks contact met hem kunnen onderhouden, ja, zou ik dat heel erg fijn vinden.